Ik heb voor filosofie gekozen omdat ik naar een uitdagende studie zocht, waar ik heel veel kanten mee op kon gaan. Hiermee bedoel ik dat filosofie toepasbaar is in letterlijk alles, denk ik. Dus denk zowel in de zorg of in het onderwijs of in de meer technische kant. Ik denk dat je filosofie overal op kan toepassen. De werkstuk van filosofie valt eigenlijk wel heel erg mee, denk ik, ten opzichte van andere studies. Dit komt omdat er vaak alleen een paper of een eindtoets van je wordt gevraagd voor één vak. En bij andere opleidingen heb je soms wel echt heel veel losse opdrachten of huiswerk inleveropdrachten die je in moet leveren. En ik denk toch wel echt dat dat eigenlijk heel veel tijd altijd kost, maar bij filosofie hoeft dat dus niet per se. Ik denk ook dat filosofie heel erg makkelijk te combineren valt met een andere studie. Filosofie heeft mij heel erg veel geleerd. Ik heb geleerd dat ik kritisch na kan denken. En ik heb geleerd via de opleiding filosofie hoe ik dit kan verwoorden. Ik heb ook besloten door de bachelor filosofie, omdat ik het zo leuk vond, om eigenlijk verder te gaan in de academische wereld. En daarom heb ik besloten om mij aan te melden voor een research master.